Het begon ermee dat hij iedereen liet gissen de hele tijd. Van ja, wat gaat hij nou doen? Die Omtzigt, weet je nog? Ja, begint u een nieuwe politieke partij? Want ik weet het nog niet, zei hij dan. Ja. En wanneer komt uw partijprogramma? Dat zult u wel zien. Weet je wel, dat. De hele tijd een beetje zo schimmig zitten doen. Oh, kijk maar eens even belangrijk zijn. En toen begon ik al te twijfelen aan hem, weet je wel. En nu krijgt hij dan steeds de vraag van, wordt u premier? Ja, ik twijfel. Dat laat ik u nog wel weten. Ja, die ook daar weer, vrienden. En die twijfel bij mij, dat stapelt zich maar op over die Omtzigt. En wat hebben we nu dan? Nou verschijnt hij de hele tijd niet bij een debat. Dan heeft hij geen zin en dan komt het niet uit en allemaal die. Nou, ik weet het niet hoor. Nee, want weet je, die Omtzigt die speelt alleen maar op safe. Hij wil helemaal in zijn eigen comfortzone blijven. Ja, geen verrassingen, geen rare vragen. Geen leuke onverwachte opmerkingen. Nee, oh nee. Hij wil graag zijn partijprogrammaatje gewoon keurig voordragen. En punt. En verder niks. En dan zegt hij alles af. En dan verschijnt hij gewoon niet. Ik vind dat zwak. Zwak, dat is het woord. Dat maakt niet een stoere, overtuigende indruk. En helemaal, weet je wel, vol zelfvertrouwen. En hup, ik knal er wel in. En ja, is hij dan wel onze premier, vrienden? Ja, neemt u ons dan wel bij de hand? Is hij dan wel de speler op dat wereldtoneel? Ik weet het al. Twijfel. Ja, Omtzigt kan je vergelijken met een voetbalclub. Hij wil eigenlijk nooit uitspelen. Nee, daar houdt hij niet van. Boer roepen en zo, al die mensen. Dat vindt hij allemaal eng. Hij wil het liefst lekker thuis spelen. Lekker in zijn eigen wereldje. Lekker thuis, ja. En dan wil hij het liefst nog spelen tegen clubs uit het rechterrijtje. Ja, en als het even kan, wil hij ook nog zelf de scheidsrechter aanwijzen. Ja, zodat het allemaal volgens zijn regeltjes kan. Nee, vrienden, ik weet het niet hoor. Maar Omtzigt is niet mijn premier.